vind ik echt moeilijk, model of actrice. Eigenlijk vind ik dat ik daar geen keuze in hoef te maken, want ik vind het allebei echt superleuk om te doen. En daar kan ik niet uit kiezen. Dan kies ik echt voor New York. Ik hou van Milaan, ik vind Milaan leuk, ik werk er goed, maar New York is echt, ja, ik voel me daar echt meteen thuis. Wanneer ik daar ook weer terugkom, ik ben altijd blij als ik weer terug ga. En New York, dat is echt, het zit bijna in mijn bloed. Oh, witte wijn. En rode wijn. Gewoon wijn. Nee, op dit moment ben ik echt liever vrijgezel. Gezellig vrij, hoe ik het zelf noem. Ik fladder en vlieder overal. En ik heb het heel erg leuk op dit moment. Ik wil op dit moment ook niet mijn leven met iemand delen. Behalve met mezelf. En dat vind ik soms al vermoeiend genoeg. Ik vind Instagram leuker, omdat je dan zeg maar wat meer van jezelf kunt laten zien qua foto's of waar je mee bezig bent. En op zich kan dat ook wel op Twitter, maar ik gebruik Twitter meer als een soort van het is een platform eigenlijk waar je je mening kan geven of nieuwsberichten kunt lezen of als er iets op televisie is, daarover praten met andere mensen. Dus ik vind Twitter meer een discussieplatform en Instagram is echt persoonlijk voor mij. Dan kies ik voor het Venice Film Festival op zich. Want daar ben ik geweest. En dat was super mooi. Super leuk. Het was echt bijna een droom. Ik voelde me ook echt een Hollywoodster op de red carpet daar. En ik heb er echt van genoten. Dus, en het Vanity Fair was ook leuk. Maar het is een beetje meer socialize en een borrel doen. En de red carpet, dat is gewoon, was echt priceless voor mij.